Voor de rubriek Langs het Kanaal van U in de Wijk staan we hier langs het kanaal in Kanaaleiland om te vragen wat de voorbijgangers vandaag hier aan het doen zijn. Waarom loopt u hier vandaag langs het Rijnkanaal? Ik woon hier in de buurt en ik ben lekker aan het wandelen met mijn zoontje en even net boodschappen gedaan. En hoe oud is uw zoontje? 5 maanden. En komt u hier vaker lopen met hem? Ja, elke dag, soms 2 keer, ja. Ik vind het heel leuk hier, lekker een stukje wandelen langs het water, heel gezellig. En neemt u ook wel eens iemand mee of vindt u het lekker om hier alleen uit te waaien? Nou, dat verschillen. Soms gaat mijn mama mee en als wij bezoek hebben, dan gaan we ook meestal een stukje wandelen hier samen. U bent hier op de fiets. Wat komt u hier vandaag doen? Waar bent u daar op weg? Ik ben op weg naar mijn werk. Ik werk op 2 plekken. In Kanaleiland en hier in Ogenaal. En ik ben nu op weg naar Ogenaal. En wat voor werk doet u dan, dat u op 2 locaties moet zijn? Ik ben fysiotherapeut, dus vandaar. En dan heeft u 2 praktijken of u gaat echt bij klanten op bezoek? Ik heb 2 praktijken inderdaad, 2 revalidatiecentra eigenlijk. En daar pendel ik soms een beetje tussen. Dus u fietst op dagen dat het lekker weer is heen en weer of gaat u ook wel eens met de bus? Ik fiets eigenlijk altijd, ook bij slecht weer, want dat is eigenlijk het snelste. En ik vind fietsen sowieso wel fijn, dus vandaar. U loopt hier langs het Rijnkanaal. Wat komt u hier doen vandaag? Wat ik kom doen? Ik kom hier mijn oppershond uitlaten. 2 keer per week heb ik die meestal. En dan is die lekker rustig lopen. En dan kan hij lekker even uitgelaten worden en rennen. En u komt ook als het slecht weer is of alleen als het goed weer is? Nee, alleen als ik de hond heb. Dan, en ik fiets natuurlijk wel eens naar het dorp, want wij wonen hier. Dus het is mooi wonen hier. Het is een prachtig uitzicht, vooral vanuit onze flat. Want dan kijken we zo op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus het is echt heel mooi, mooi wonen hier. Ja. Woont u hier al lang dan? Nee, 2,5 jaar. Wordt 3 jaar. En heeft u daarvoor ook in Utrecht gewoond of ergens anders? Mijn man wel, maar ik niet. Dus ik kom uit Amstelveen. U kwam hier net langs fietsen. Waar bent u naar op weg? Naar huis. En waar komt u net vandaan? Ik had een sollicitatiegesprek aan de hele andere kant van het water. Dus je bent een stukje beetje fietsen. Ging het goed, het gesprek? Ik denk het wel. Kom ik vanmiddag achter. Dus het wordt nog even spannend. Ja, een beetje wel. Nou, het is voor 2 weken werk, dus het zal wel leuk zijn. Wat komt u hier doen vandaag? Ik woon hier in de buurt en ik kom hier altijd een wandeling maken als ik even mijn hoofd leeg wil maken. En wat maakt langs het Rijnkanaal dan de perfecte locatie daarvoor? Nou, het uitzicht, het water, geeft gewoon rust. De setting, vandaag het zonnetje. Ik hou er al van. En is het niet te koud op dit moment? Nee, ik heb vanmiddag nieuwe handschoenen gekocht, dus dat komt goed van pas. Dus ik vind het niet te koud, nee. Oké, veel plezier nog. Dankjewel.